Wij zijn de Happy Miners en ik ga even aan mijn gezin vragen of ze iets zachter willen zijn omdat ik aan het opnemen ben. Het is gehoord. Oké. Waarom maken ze er een soort van mode van om mij te bellen als ik een filmpje aan het maken ben? Ik weet het niet. Maar wat gaan we doen? We gaan, ik denk dat we gewoon lekker gaan zoeken naar een coole plaats of zo. We gaan de kant op. We gaan op onze zoek. Goal! Goal. Rennen. Maar Jasper speelt nu op een betere PC, dus hij zijn rennen distance is denk ik net even wat verder. Ja, ik kan de goal ook al zien de hele tijd. Cool. Het is mijn call, Jasper. Het is mijn call. Ja. Ben jij nou echt gewoon echt helemaal blind? Dat je dit nog niet eerder hebt gezien? Ja. Hier is nog veel meer gast. Nou en. Mijn lieve call. Oh, ik zie nog veel meer, ja. Weet je hoeveel call hier is? Pak jij het andere stuff? Waarschijnlijk als jullie dit kijken. Nou, weet ik wel zeker, want dan ben ik waarschijnlijk niet in Nederland. Al is er wel veel gedoe met die kids. Niet 100% zeker dat ik morgen weg ben. Maar waarschijnlijk, ja. In ieder geval, waarschijnlijk zit ik dan in Griekenland. Dus. En in Griekenland ga ik niet filmen, want waarschijnlijk, ik betwijfel of ik wel internet heb. Ik hoop het wel, maar. Maar hoe bedoel je niet 100% zeker? Nou ja, de reisorganisatie, ja, we hebben die. Had al alle vluchten teruggegeven van het hotel en proberen ze nou terug te krijgen, zeg maar. Het wordt vanochtend wordt het voor mij duidelijk of het kan of niet. Oké. Maar oké, we gaan dus even verder naar onze zoektocht. Ik ben weer, cool. Ben weer hardcore vergeten om de tijd op te nemen. Eens kijken, ja, ik weet ongeveer wanneer ik moet stoppen. Dus dat komt goed. Yeah. Ik hoop dat jullie, de eerste episode staat, nu we dit opnemen, staat net online. Dat is best awesome. Mm-hmm. Ik hoop dat het veel views krijgt, want weet je, misschien nog een abonneetje erbij krijgen. Ah. Want je krijgt de eerste deel van een serie krijgt altijd heel veel views. Ik weet niet waarom, het is altijd zo. Volgens mij vinden mensen dat sneller. Oké. We zijn dus nu aan het zoeken naar een huis. Uitmaken. Wow, dat is best wel een coole plaats. Zo'n soort van vallei. Maar dan moeten we wel die bomen weg hebben. Nee. Weet je hoe hard die in de weg staan? Die dingen staan gewoon hardcore in de weg. Nee hoor. Wel hoor. We zien er juist gaaf uit. Tja wel. Dus. Sorry Jasper, hoe gaat jouw carrière als YouTuber? Nou, goed hoor. Zo'n boom uitmaken. Ik vind die oceaan best wel. Ja, we moeten wel een hele goede boom vinden dan. Ja, die daar. Die daar. Die daar, welke? Ah, die. Ik hoop alleen niet dat ons huis dan gaat respawnen. Ik vind het wel tof dat we zo'n gigantische oceaan hebben. Zullen we een keer overheen gaan varen? Hé, hey Bart, deze boom. Oké, dat ziet er goed uit. Niet omhakken dan, hè. Ik heb even wat meer dirt nodig, denk ik. Ik heb geen, laat maar. Ik heb nooit eerder een boomhuis gemaakt, jij? Nee. Ik wist wel dat ik kon. Ik ben in de boom. Oh ja, jullie moeten trouwens reacties geven als jullie deze texture pack dan waarschijnlijk rond maandag of zo online willen zien. Dan kan ik deze soort, ik heb allemaal instellingen erin gezet, kan ik hem online zetten, zeg maar. Jasper heeft dit keer de texture pack omdat hij is vergeten om te doen, geloof ik. Het is nee, nieuw ik per se. Heb het vergeten, maar ik heb het niet gedaan. Oh, nou, moet je dan maar even doen een keer. Ah oh ja, gast, de boomhuis gaat niet lukken, want het huis respawnt. Respawnt? Oh nee, niet. Oké, hoe gaan we dat doen? Gewoon uithakken, denk ik. Kom op. Jasper, je faalt. Oké, dit gaat zo hard fout, denk ik, hè? Ik heb een pickaxe, gast. Oh. Ja, maar jongen, je moet het. Wat doe je? Gast. Oh, kut. We gaan nou het hout weg. We gaan de bladeren het hout weg. Nee, als je een klein beetje hout weghaalt, nog niet. Wel. Zeker niet. Ja, maar ieder klein stukje, dan gaan ze niet allemaal weg, maar dan gaan er een paar weg. Oh. Lekker dan. Nee. Hou je back. Mond ons huis. Dude, je moet minder ver hakken, jij. Nee.
Je hakt steeds ver, maar oké. Dit gaat zo te zien compleet falen. Oh shit, het wordt weer nacht. Nou, we hebben een huis. En we hebben torches. En... Nee. Oké. We hebben nu een super awesome huis. Waarom wordt het zo snel nacht al? Oh, kut, dat moest ik niet echt halen. Oké, als... Is dit cool of is dit cool? Ik vind het wel grappig, ja. Ik vind het best wel fucking hard. Ik vul even alle gaten op, want het spant het sommige... Oh, we hebben in ons andere huis dat nog een chest, hè? We hebben geen chest erin. Ja. Zeker niet. We hebben een chest gemaakt, gast, en daar is een 9 iron in. Oh, handig. Nou ja, ik maak maar een fornuis, denk ik. Gast, we hebben problemen. Wat? Ik heb een ruitje. Ja. Een boom. Dat is het. Nou, dat we nou de hele nacht ons moeten gaan vervelen omdat we geen bed hebben. Maar we zijn de vorige nacht ook naar buiten gegaan, dat kunnen we nu ook doen. Oké. Okay. Hey, lul. Wat lul? Dat is mijn uitzichtplek. Fuck jou. Hak maar op een andere plaats weg. Lul, ik heb hem gemaakt. Oh, ik heb hem weer. Ja, nu heb je hem toch weer. Ondoe ik het hier wel. Nou, ons stuk van haar. Wacht, ik weet wat we gaan doen. Nou, dit is Jaspers prachtig. Wow, dat is best wel vet eigenlijk, ja. Hé? Hey, ja? We gaan een net hout maken, zodat we makkelijk uit kunnen. Goed idee. Oh ja, we hebben trouwens ook een nieuwe maan in deze texture pack. Dit is best wel komisch, ja. Ik, Oké, de trap is gemaakt. Goed hoor. De trap van de andere boom nog wel. Weet je, we moeten eigenlijk een betere boom vinden. Hé hey man, deze is goed toch? Hij is super klein. Wow. Hoe groot wil jij een boom hebben dan? Groot. En kijk, je kan nog een heel stuk hierheen. Maar ik moet toegeven, het is best wel komisch, ja. Hey, oh ja. Je kan nog een heel stuk hierheen. Oh ja. Kan je hier nog? Nee, dat laat ik helemaal niet doen. Of we gaan meer eigen bomen planten en dan bouwen we ze aan elkaar. Ik pleur hier even torch weer. Pats, oh, dat kan niet. Shit. Kijk, wacht. Wacht. Hier hebben we nog een heel nieuw deel van ons huis. Ah, shit. Jasper. Teringhomo. Ik ben nu verbonden met allemaal nieuwe delen van bomen. Ja, maar het stomme is dat ik flikker omdat er een gat in de vloer zat. Waar? Ik weet niet waar. Nee. Oh, dit is wel tof, ja. Ik pleur er ook even wat torches op, denk ik. Kijk, hier heb je weer een hele grote boom waar we heen kunnen. Wacht even. Fucking hell. Het is hier gevaarlijk, gast. Zombies. Dit is best wel komisch, ja. Oh ja, we hebben weer een hele grote boom, inderdaad. Zoals je ook al zei. Wat hebben wij nou een awesome huis, zeg. Ja, hè. Veel lawaai bij jou, gast. Ja? Ja, ik hoor het. Ik hoor je moeder praten, geloof ik. Ja, nog eens, ja. Oh, het klonk als je moeder. Je zegt sorry. Ze moet zich doodschamen. Maar we hebben dus niet heel veel nuttigs te doen in deze episode, zo te zien. Ik kan bladeren ook nog oppakken. Wat zeg je? Bladeren, ja, dan heb je een... Daar heb je een share voor nodig, gast. Oh. Anders kan dat ook niet. Wow. Gaan doen, gast. Dan kunnen we namelijk echt een heel mooi boomhuis maken. Ja, maar die bladen gaan ook weer weg, hè? Die je neerzet. Ja. Wat de fuck heb jij er nou? Niks. Ik weet dat is echt best wel hardcore. Niet te veel weghalen. Wij zijn van mijn netjes. Nou, wat een prachtig lied, Jasper. Goed, hier zijn een bladeren weg te halen. Hier, ik ga hier een raam bouwen. Hey, cool. Waarom? Zit erbij, we gaan nog van, gast. Huh? Vaag. Oh. Hey, we hebben een mooie uitgang. Wow.
Wat die spande weg. Dude! Moord maar. Ben je dood? Ja, en ik ben nu bij een originele spanning point, dus teleporteer me even. Jasper, je cheater mag niet, hè? Oh ja. Even moord me, lul. Nee, ik keek met shift en toen duwde ik jou. Ja. Waar ben jij? Ik zie je niet. Ja, en ik stuiter. Ja, ik zie jou. Oké, okay, ik zie je ook weer. Ik stuiter, ik weet niet hoe ik kom. Een zombie. Hallo, Mr. Zombie. Meneer Zombie. Nobody likes you. Dood. Ik ga hem stuk halen. Succes. Zullen we anders gewoon droog gaan lopen in het donker? Goed, gaan we onze oude chest opzoeken. Ja, prima. Met andere woorden, zullen we doodgaan, dat zei ik eigenlijk gewoon. Oh ja, goed. Hey, meneer Skeleton. Creeper! Sorry, ik reageer een beetje. Met de veer. Ik ga hem al. Shit! Ja. Oké, ik heb een zwaar. Nee. Oh, dat was best wel. Hey, ik span in het water. Dude, ik ging net 100 keer zo dom dood als jij ging. Dus. Een creeper en 2 skeletons. Waar ben ik terecht gekomen? Ja, inderdaad, daar kwam ik ook. Oké, en ik ben een klein eiland. Ja, ik word aangevallen door een creeper en 2 skeletons. Eén creeper heeft geen enkel skeleton dood gemaakt. Op een onbewoond eiland. Ja, en ik ben ook weer bijna dood, dus ik kan wel eten. Zal ik mezelf maar... Dan zijn we al onze shit kwijt, hè? Ik interpreteer mezelf alweer. Oh shit, dat is verkeerd op. Zo, ik interpreteer mezelf. Hey, waarom doe je het niet? Huh? TPB. Ja, ik ben er. Oh, gast, hoe? Oké, er is een random lag bij mij. En ik heb onze oude huis gevonden. Kom op, dood jij. We hebben nu een hele kleine kans. Weet je hoe stom het, weet je hoe kut het is om een zombie dood te maken met je hand? Yes! Schaap! Geef mij... Een creep bracht hij aan, Jasper! Ja? Oh, kut. Ik probeer hem daar te ennen. Ja, dat lukt je. Maar dan gaat hij naar achter mij aan. Die asshole. Ja, ik ben veilig. Ik niet. Er staan 5 zombies op ons oude huis. En haak die cobblestone weg voor mij, alsjeblieft. Hey, ik maak even een... Haak de cobblestone weg! Pak alsjeblieft de cobblestone weg, ik krijg dood, ik ga dood. Terug. Verkeerd. Weg. Ja. Kijk. Wat? Hak het weg. Ik kan halve deur, omdat jij die cobblestone neerzetten. Cool toch? Oké. Mag ik misschien mijn spullen? Heb je die opgepakt? Een beetje. Waar? Staan. Ja, nou ja, omdat we nu zo'n mooi einde hebben van de episode. Nou, dit is helaas dan maar het einde, hè. Want we zijn bijna over de kijk, hier is de chat. Tijd heen. Vergeet niet om, als je deze video leuk vond, op ons te abonneren en een like te geven. Op de video. Op de video. Dit was deze video. Wij zijn Happy Miners en we zijn morgen terug met een nieuwe episode als ik ook in Griekenland ben. Bye bye. Bent.